ik ben Zoe van Typisch Turnen en welkom bij een nieuwe video. Volgen jullie ons al op Instagram, dan missen jullie niks van onze turnavonturen. Vandaag geven we jullie tips voor een element en dat is solo draaien brug. Dus laten we maar meteen beginnen. Allereerst is het handig dat je kan opwerken. Hier hebben we een video van gemaakt die boven in beeld staat. De solo draai ziet er als volgt uit. We hebben een aantal stapjes op een rij gezet die wij gebruiken. Je kunt als je solo draai inzet op twee manieren op de legger komen. De eerste manier is met kromme knieën. Als je vanuit het opwerken met kromme knieën je solo draai inzet, moet je je wielen veel opgooien. Als je solo draai inzet met rechte benen, moet je goed vaart maken. Alleen dan nu meteen met rechte benen. Het kan in het begin spannend zijn om je voeten een heel rondje op de stok te houden, dus je kan vragen of iemand je wil vangen. Het is dus belangrijk dat je je voeten niet van de stok laat schieten. Als je genoeg vaart hebt gecreëerd met de inzet, kan je het hele rondje door blijven draaien. Wanneer je ongeveer op driekwart van je rondje zit, hurk je zo fel mogelijk in, zodat je op de stok belandt. Zorg dat je gespannen bent en knijpt in de stok, zo val je niet alsnog naar voren. Het is dus echt belangrijk dat je wacht tot drie kwart met inhurken, anders red je het niet. Nog een belangrijke tip is dat je je handen het hele rondje meedraait. Blijf deze stapjes oefenen tot het uiteindelijk lukt. En als het je lukt kun je gaan oefenen dat je twee solo draaien achter elkaar doet. De tweede kun je dan bijvoorbeeld gebruiken voor wippertje. Ook van wippertje hebben we een video gemaakt. Die komt hierboven in beeld. Dit waren de tips voor solo draai. Hopelijk kunnen jullie hiermee aan de slag. Onze Instagram komt nu ook in beeld. Het zou leuk zijn als we jullie daar ook tegen kunnen komen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei!